zijn met het team van Forsten nu in het Tweede Kamergebouw, want we zijn op uitnodiging van het CDA hier in Den Haag en we krijgen een fantastische rondleiding, waar hier de politiek is, maar waar ook heel veel elementen herinneren aan het verleden van ons koninkrijk, heel veel koninklijke symbolen te zien zijn, dus ik ben heel benieuwd. Zoals jullie kunnen zien, het wapen van Nederland staat op de rug geplakt. Want dit zijn allemaal gekozen volksvertegenwoordigers. De ministers daartegenover hoeven niet per definitie op een kandidatenlijst te hebben gestaan of aan verkiezingen te hebben deelgenomen. Die kunnen ook gevraagd zijn, benaderd zijn en hebben daarom geen wapen van Nederland in de rug staan. Hier in de plenaire zaal van de Tweede Kamer herken je dus elementen van het Hollandse landschap. De zetels hebben de vorm van een tulp. Het tapijt is zo groen als Hollands weidegras. Het plafond is grijsblauw met de lampen als de sterren, dat staat voor de sterrenhemel. Dus overal in dit gebouw, in het nieuwbouwgedeelte, heeft de architect geprobeerd om ons landschap een plek te geven. Dat ik hier sta is natuurlijk best wel uniek. De zitting is even geschorst en daardoor mogen we hier naar binnen en zelfs even op de stoeltjes zitten. Hoe bijzonder is dat? Misschien de televisieserie gevolgd, het pronkstuk van Nederland. Nou, dat werd de plakkaat van Verlatingen. Werd in 1581 werd dat opgesteld en een replica daarvan dat ligt hierachter en wordt eigenlijk beschouwd als de onafhankelijkheidsverklaring van een aantal staten, aantal gewesten die zich losmaakten van de Spaanse overheersing. En dat zou eigenlijk het begin zijn van het Nederland van nu. Wat was nou zo bijzonder? In die akte werd vastgelegd, ook een beetje om de Spaanse koning een beetje boos te maken. De koning is er voor de onderdanen. En de onderdanen zijn er niet voor de koning. Gaan we de trap op als echte Kamerleden, langs de ministerskamer, de ambtenarenkamer, langs de redacteuren die aan het schrijven zijn naar het oude ministerie van Justitie. Zonder een officiële rustdag waarop er niet gereisd mocht worden. En dan waren de maandag en de vrijdag gereserveerd om met paard en koets vanuit Maastricht naar Den Haag te reizen. Met een tussenstop in Woerden, waar dan een herberg stond voor politiek personeel. En weer terug op vrijdag. En die traditie houden we nog steeds een klein beetje in stand. Op maandag en vrijdag zijn we hier niet. Dan gaan de Kamerleden op werkbezoek, die zich inlezen, alle dossiers voor de komende week. En op de dinsdag, woensdag en donderdag vinden hier alle debatten plaats. De architect van dit oude gebouw, het oude ministerie van Justitie, was meneer Cornelis Peters, Rijksbouwmeester eind 19e eeuw. Het ging over de overheidsgebouwen. Hij was een leerling van Pierre Cuypers, die kennen we natuurlijk uit Roermond. Je kent het Rijksmuseum, het Centraal Station, de fontein hier aan het Binnenhof. Meneer Peters was stukken minder bekende dan zijn bekende leermeester. En om iets aan die onbekendheid te doen, liet hij zich daar afbeelden. Schetsend ontwerpend aan dit gebouw, zodat iedereen die hier zou passeren zich hem zou herinneren. Door die poort, porte cochère op zijn Frans, kwamen de koetsen met de paarden, met de bezoekers voor het ministerie van Justitie de binnenplaats oprijden. Die konden hier stoppen, konden de passagiers uitstappen. De koets reed een rondje en reed weer weg door de poort over het plein verder Den Haag in. Hier konden vroeger de medewerkers, de ambtenaren hun handen wassen. Ging het vuile water van de buitenin naar de drinkbakken van de paarden die hier beneden stonden uit te rusten. Zo'nzelfde kraantje is ook nog op de begaande grond, maar dat is bedoeld om je laarzen te ontdoen van de paardenstront waarmee de hele binnenplaats toen bezaaid was. Dit is toch mijn favoriete kamer. Kinderen vragen vaak, Ernst, is Harry Potter hier opgenomen? Ik houd die mythe graag in stand, want je mag niks aanraken. Maar ik zeg verder niks. Verwacht u wel perkamentes, hè? Wie verwacht je hier dus van de trap te zien komen? Ik zal even iedereen laten binnenkomen. Dit is een van de 50 mooiste bibliotheken van de wereld. De oude bibliotheek van het ministerie van Justitie, wat hier omheen ligt. Er staan hier ongeveer 30.000 boeken. Ik wist jullie komen, ik heb nog even de tellen vannacht. En wat vind je hier nou? Met name boeken die gaan over politiek. Over staatsrecht, over de Europese Unie. Dus juristen kunnen hier hun hart ophalen. Politicologen op de eerste verdieping en hoger. Vind je vooral boeken die daarover gaan. Maar de boeken hier om ons heen, op de begaande grond, die zijn best wel bijzonder. Er staan jaartallen op de ruggen. En ik had het tegen jullie een klein beetje verklad.
Dit zijn de handelingen, de verslagen van alles wat er in de Tweede Kamer is gezegd vanaf 1814, 1815, de val van Napoleon, het begin van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waar toen nog België en Luxemburg bij hoorden. En we bewaren de handelingen hier tot 2005. Maar hier staat ons oudste boek uit het jaar 1814, 1815. Woelig jaar, natuurlijk de slag bij Waterloo gehad en alle daaropvolgende gebeurtenissen. En heel dun, zeker als je het vergelijkt met de dikke pillen die daar staan. Hoe komt dat nou? De handelingen van vroeger, de verslagen van vroeger, zijn veel minder compleet dan de handelingen van nu. Stel, 100 jaar geleden waren u beiden met elkaar in debat, het ging er heftig aan toe. En u zei van, goh voorzitter, het is flauwekul wat hij beweert. En dan werd het woord flauwekul werd niet opgeschreven. Dat was niet netjes, dat werd in die tijd beschouwd als niet correct parlementair taalgebruik en dat werd weggelaten. Daar kwam een sterretje voor in de plaats, een zogenaamd lijk, een weglating. En iedereen wist dus van, hey, er heeft iets gestaan wat niet netjes is geweest en dat is dus gestraft. Als verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog, toen werd er niet geschreven. En uit die tijd zijn dus ook geen boeken bewaard gebleven. En dat plankje laten we tegenwoordig leeg. Om die reden als herinnering aan die periode. En dit was voorheen een straat. Dit was open lucht, dat liet hij overkappen. En al die afzonderlijke oude gebouwen die leeg stonden, niet meer in gebruik waren, die verhuisd waren, bracht hij onder één dak en creëerde zo een zee van ruimte. Net als in de plenaire zaal zie je ook in deze hal het Hollandse landschap een stukje terug. Het dak heeft de vorm van het dak van kassen, waarin wij telen bloemen, groenten, fruit, exportproducten van Nederland. De lamellen hebben allemaal de vorm van regendruppels. En de vloer stelt ook iets voor, namelijk de kustlijn van Nederland. Wat wel leuk is, en ook voor jullie, in het midden van het plein een bekend standbeeld. Het is een Willem van Oranje. We kregen dat standbeeld cadeau van koning Willem II in 1848. Louis Royer heeft het gemaakt. En toen wij het beeld cadeau kregen, keek het naar ons toe. Later, in minder de jaren 70 van de vorige eeuw, is het een kwartslag gedraaid. En nu kijkt Willem naar Delft, waar hij ook om het leven is gekomen. En wie zijn het? Hollandse helden. Schrijvers, dichters, koningin Wilhelmina. Op jeugdige leeftijd werd met 18 jaar koningin. 1898 staat hij in het midden. Het beroemde verhaal Soldaat van Oranje heeft zich ten dele hier in deze ruimte afgespeeld. De SD had hier haar cellen, haar ondervragingskamers, haar mattelkamers. En een beroemd verhaal, of een berucht verhaal, is dat van Gerrit Kastein, een verzetstrijder. Hij was neuroloog, arts van beroep, lid van het medisch verzet, bleef de aanslagen, sabotageacties tegen de Duitsers. En in 1943 ging dat fout. Hij werd opgepakt, wist tijdens zijn transport naar dit gebouw nog twee van zijn bewakers te verwonden met een verborgen pistool. En werd uiteindelijk boven in een klein kamertje vastgebonden op een stoel, klaar voor marteling, klaar voor verhoor. Dat besloot hij niet af te wachten. Hij besloot om met stoel en al uit het raam te springen, zijn dood tegemoet, om aan verhoor te ontsnappen, bang als hij was om zijn kameraden te verraden. Nou, sinds afgelopen zomer draagt, met dank aan collega Marit de Bruin van de SGP, met dank aan de Kamervoorzitter mevrouw Riep, draagt dat kamertje de naam de Gerrit Kastein-kamer en herdenken we via het kamers iedereen die hier heeft geleden en ook is omgekomen. Zijn dochter, inmiddels behoorlijk op leeftijd, heeft ook zijn verzetskruis geschonken, wat daar nu ook bovenhoudt, dus postuum heeft gekregen. Dat gaan we nu eventjes bekijken. Kruis, wat die postuum heeft ontvangen. Hier zat hij dus. En hier zit een stoel en dan uit het raam gesprongen. Overleden. En hier zien we dus de oudste gebouwen van het Binnenhof. 1224, begin 13e eeuw. De achterkant van de ridderzaal zou je kunnen zeggen. Normaal gesproken zien wij dat niet op Prinsjesdag. Met dit kasteel is eigenlijk het Binnenhof ooit begonnen. En waarom hier? Dit lag op een duin. Als er ergens in Nederland een brand was geweest of een ramp was gebeurd, kwam hij meteen daar naartoe om mensen bijstand te verlenen, om daar te zijn. En dat maakte hem eigenlijk heel erg populair en dat vond zijn broer niet zo fijn. Dus daar werd hij na 4 jaar teruggehaald en nam zijn broer het stokje over. Hij hoort er wel bij. Nou, dit is hem dan. Dit was hem dan. Ja.
Hier heeft koningin Maxima, toenmalig nog prinses, de legendarische woorden uitgesproken volgens mij. Van de Nederlandse identiteit. Bestaat niet. Ja, dat was hier in deze ruimte. Gebouwd 18e eeuw, 1777 begon de bouw. Het was een cadeautje van onze laatste stadhouder, Willem V. Die liet deze zaal bouwen voor zijn dochter, die een aantal jaren later zou gaan trouwen. Die is hier ook getrouwd, er is hier gefeest, et cetera. Je zou kunnen zeggen van, nou ja, eigenlijk heeft de ruimte nu een beetje diezelfde bestemming weer teruggekregen. Er vinden hier diners plaats, presentaties, bijzondere evenementen. Maar tussen 1814, 1815 en 1992 vonden hier in deze ruimte alle grote debatten, vergaderingen en stemmingen plaats. Hierboven zat de pers en we hadden hier allemaal loges voor speciale gasten. Waaronder Wilhelmina en Juliana. Die kwamen nog wel eens spontaan op bezoek bij een vergadering in de Tweede Kamer, niet vaak. Maar als ze hier waren, zaten ze daarboven, uiterst rechts, en keken ze via een spiegeltje, naar wat hier beneden gebeurde. Dan konden zij wel zien wat er hier gebeurde, maar konden we hun gezichtsuitdrukking niet zien en daaruit mogelijk afleiden hoe ze ergens over dachten. Vroeger anders uit dan nu. Met sommige mensen met nog steeds hier een sigarettenlucht te ontwaren. Nou, ik ruik dat zelf niet meer, maar dit is de oude rooksalon. Vroeger gevuld met banken, met stoelen, met poefjes. Er zijn nog tekeningen van. Maar nu wordt ook deze ruimte gebruikt voor ontvangsten, presentaties, trainingen, recepties. En zien we hier achter ons, aan de linkerwand, allemaal portretten van oude voorzitters van de Tweede Kamer. En daar is het kabinet Rutte 3, maar ook Rutte 2 geformeerd. En dan nu het verhaal bij dit schilderij. Dat vinden jullie mooi. Ik heb eigenlijk een man nodig om het na te spelen. Maar ik heb ook een klein stukje. Waar gebeurt het scène? We zijn in 1559 en we zijn in Zeeland, in Vlissingen, in de haven. Daarachter zie je de torens van het mooie plaatsje Veren. En dit is Willem van Oranje, vader des vaderlands. Dat ben jij. Ik ben de boosaardige Spaanse koning Philips II. Wij staan hier tegenover elkaar en hier worden legendarische woorden gesproken. En wij weten wat hier gezegd is door de mensen eromheen. Mag je even je hand uitsteken? Want hier zegt Philips tegen Willem, niet de staten, maar gij, gij, gij. Niet de staten, maar gij, gij, gij. Oftewel Willem, jouw verzet tegen mij is alleen maar uit eigen belang. Gij, 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 om je eigen familie, je eigen vriendjes, mooie titels en mooie baantjes te geven. En niet uit liefde voor de staten, voor de gewesten, voor de mensen van Nederland. Nou, ze gaan hier uit elkaar. Laatste keer dat ze elkaar een levende lijf zien. Philip stapt op de boot en vaart terug naar Castilië, waar zijn paleis staat. Willem blijft achter en een paar jaar later, in 1568, begint de opstand. Het begin van de 80-jarige oorlog. Dankjewel. Alsjeblieft. En ook het gewest, wat het verdicht. Daar in de hoek was er geen luifeltje uit. De beroemde film Michiel de Ruiter, dat heb ik allemaal gezien. Dat eindigt met de scène dat de gebroeders De Wit natuurlijk worden gelinched door het volk. Een stuk verderop bij het groene zootje. En dan wordt ook dit gebouw voor een deel in beeld gebracht. Dus ja, nog van allerlei geheimen die nog moeten worden onthuld. We weten allemaal nog 30 april 2013, plaats op de Dam in Amsterdam. Daar kwam de koninklijke familie bij elkaar, de regering kwam bij elkaar. En meneer Breedveld, directeur van het kabinet der koning. Die las deze tekst voor. En toen werd Beatrix uitgenodigd om haar handtekening te zetten. En zodra haar pen het papier had losgelaten, was zij meteen geen koningin meer. En met haar oudste kind meteen haar opvolger. En hier zien we alle handtekeningen van alle getuigen die daar conform de wet bij aanwezig moeten zijn. Deze troon hebben echte koninklijke billen gezeten en de billen van Jort Kelder. Die is daar een keer bovenop gaan zitten voor het programma Hoe Heurt Het Eigenlijk? Dat heurt uiteraard niet en daarom hangt er ook een koortje voor. Maar oorspronkelijk werd deze troon gemaakt voor koning Willem III in 1863. Tot 1904 werd de troonrede op Prinsjesdag nog niet voorgelezen in de ridderzaal.
maar in de oude zaal van de Tweede Kamer zelf. En daar stond deze troon permanent opgesteld. En later is die hier neergezet. En dit is die beroemde roltrap waar we natuurlijk de minister van Financiën altijd op zien. Met het koffertje op de Prinsjesdag. Het zijn de appeltjes van Oranje van Prinses Beatrix. En dan tot slot het koningskoppel uit de tijd dat dit gebouw werd neergezet. Koning Willem III en zijn tweede vrouw, koningin Emma. Gebouwd tussen 1876 en 1883. De fractiekamer van het CDA. Wij hebben een geweldige dag gehad. Mede dankzij meesterverteller Ernst van Wellei. Hij heeft beloofd binnenkort ook lezers van Vorsten rond te gaan leiden. Daarover meer binnenkort in Vorsten. Ja, jullie mogen in principe alles vergeten wat ik vertel, behalve dit trappetje. Dit mogen jullie nooit meer vergeten, want als je vanaf nu naar het journaal kijkt, naar Nieuwsuur kijkt, van mijn part naar Paulus kijkt, ga je dit trappetje altijd opvallen.